vanuit de redactie van Dutch Attention on Executive People zien wij de laatste jaren, en bijzonder de laatste jaar, het enorme aantal gevaren toenemen. Denk aan ransomware aanvallen. Bedrijven, ja, van data van bedrijven worden gekaapt. Het is echt heel zorgelijk. En wij zien en wij vinden dat zowel bedrijfsleven en techbedrijven, securitybedrijven, maar ook als de Nederlandse overheid en overheden en alle stakeholders daarin het beste samen kunnen komen om dan gezamenlijk te werken aan een meer cyberbestendig Nederland. Datto ziet uit eigen wereldwijd onderzoek dat het slecht gesteld is met de cyberweerbaarheid van bedrijven. Onder andere ook in Nederland. Cyberweerbaarheid is te laag. Dat zien wij dagelijks als een belangrijke rol voor onszelf, om daarom bij te dragen, om dat omhoog te krijgen. Maar dat kunnen we niet alleen. En het landschap in Nederland is erg versnipperd met belangenverenigingen, overheid, bedrijfsleven. En dus daarom hebben wij samen met Dutch IT Channel het initiatief genomen voor deze council, om te zorgen dat wij gaan samenwerken. We hebben veel mensen uit de Nederlandse overheid, de Nederlandse politie, maar ook semi-overheid, de CBR. We hebben ook mensen uit het bedrijfsleven. En die gaan ook samen met elkaar met elkaar in discussie van, op basis van een aantal stellingen, onder leiding van moderator Danny Friedman, om te kijken van hoe cyberbestendig kan Nederland worden, want dat is echt een noodzaak. Ja, het mooie is, er komen veel verschillende organisaties. En security is niet iets van één organisatie of van de overheid of van één bedrijf of van een leverancier. Je moet met elkaar moet je erover praten. En juist in zo'n mooie besloten gemeenschap kan je toch even meer met elkaar van gedachten wisselen als dat je dat eigenlijk normaal gesproken kan doen. Er is niet één goede security. Er is helaas niet een silver bullet van als je het zo gedaan hebt, dan is het goed. En ook juist daarom is zo'n practice om met elkaar van gedachten te wisselen, is juist zo belangrijk. Omdat je echt even met elkaar gaat kijken wat is er. En de een is bezig met dingen rond de werkplek dicht te zetten. De ander is met websites bezig. We hebben te maken met DDoS aanvallen. Wij zijn ook de afgelopen periode ook weer een aantal keren aangevallen. Dan kan je daar met elkaar van gedachten over wisselen. En dat vind ik ook zo belangrijk. En wat heb je daarvoor nodig om dat goed in te richten? Nou, ten eerste vind ik het heel erg spannend. Want het is denk ik de eerste keer dat we verschillende groepen bij elkaar brengen. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik hoop op een hele goede chemie tussen de diverse deelnemers. En ik hoop als resultaat eigenlijk dat we met elkaar samenwerken om uiteindelijk de BV Nederland wat veiliger te maken.